voor getest. En dat zou op een ronde op volle snelheid zeker een tiende sneller moeten zijn. En ja, natuurlijk ontzettend blij dat we daar ook gebruik van kunnen maken. Dus dat is fantastisch. Voorstellen op het moment dat je echt een last minute call moet maken, echt en nu moet ik die beweging maken om binnen door te gaan, om te blokkeren en er komt dan ergens in je achterhoofd, jeetje, maar ik heb het niet het veilige pak aan, ja, dan is dat niet de juiste keuze die een atleet zou moeten doen. Ah, het is maar wat je erin ziet en in gelooft. Hè. Wat wij natuurlijk testen in een windtunnel is niet hetzelfde wat er daadwerkelijk op de ijsvloer gebeurt. In een windtunnel test staat het pak alleen rondom een pak in één bepaalde houding. En wij rijden met 5-6 man op een 400 meter om elkaar heen. Dus ja, dan zijn die windstromen toch iets anders. Maar dat het ietsje scheelt wel. Het zou sneller moeten zijn dus, en het zit goed, dus ik ga ervan uit dat het gewoon sneller is en ik ga er gewoon in rijden.